welkom bij het Provinciaal Domein. Het is binnenkort herfstvakantie, het ideale moment dus voor een goede wandeling. En waarom niet in combinatie met cultuur, erfgoed en een beetje toerisme? En dat weet ook onze gedeputeerde Frankie de Blok. Gedeputeerde, ja, we staan hier op een heel bijzondere plek in Nieuw-Porto. Inderdaad, en hier is ook ons nieuw bezoekerscentrum Westfront gevestigd, waarbij dat we het historische op een unieke manier kaderen in een gloednieuwe architectuur. Ja, en we kunnen niet alleen deze plek hier bezoeken in Nieuw-Porto, natuurlijk ook nog heel wat andere plekken. En er valt nog veel meer te beleven in heel wat andere steden en gemeenten. En dat is nu allemaal handig samengevat in een stadswandelroute. Absoluut, we zijn bezig met het concept stadswandelroute volledig aan het vernieuwen. En we zoeken dus om in die steden op een aantrekkelijke manier een wandeling uit te kiezen, waarbij dat er dus en historische gebouwen, maar ook moderne architectuur en andere interessante bezienswaardigheden te bezichtigen zijn. Dus we richten ons op de wandelaar, op de erfgoedinteresse, maar ook op de gewone toerist. En dat zijn wandelingen van 3 tot 8 kilometer, wat dus inhoudt dat een afstand is dat iedereen ongeacht de leeftijd kan doen. En het zijn hele leuke educatieve wandelingen. Ja, en hoe werkt dat dan precies, die wandelroute? We bewegwijzeren de weg met klinknagels, die zijn in de grond bevestigd en enerzijds een pijl, de aanwijspijl, maar anderzijds ook een verwijzing naar een historisch gebouw, hier naar de stadsgallen. En op die manier kunnen wij op een eigentijdse bewegwijzering mooi de recreant, de wandelaar, de toerist begeleiden tijdens de wandeling. En ik ben ook heel verheugd met die methodiek, want ik erger mij altijd aan de indigestie van aanwijspalen die er overal zijn. Langs de andere kant is er ook een brochure voor de mensen die geïnteresseerd zijn in meer details. Het is echt wel een must om die brochure in huis te hebben. Het is zeer interessant, die brochure is opgemaakt in 4 talen. Aan de voorkant een extra uitleg rond al de dingen, de mooiste dingen van de stad die te bezoeken zijn. Aan de achterkant dan nog een keer een stadsplannetje waarbij de toerist, de wandelaar, heel goed kan zien waar hij momenteel op dat geval vertoeft. Ik denk dat u ondertussen iedereen doet zin krijgen om zo'n wandeling te maken, maar waar kan je dat dan precies doen? Wel, je kunt dat in 21 steden en gemeenten doen. Bijvoorbeeld Ieper, Kortrijk, Roeselaar, Veurne, Poperingen, Diksmuiden, Damme, ook aan de kust natuurlijk. Ik denk aan Oostende, Bredene, Blankenbergen en Nieuwpoort waar we hier aanwezig zijn. Oké, gedeputeerde, dat is duidelijk. Zometeen dan praten we verder. Maar eerst ga ik nu zelf eens op ontdekking in Veurne. En dat samen met Eddy en Lilian. Eddy en Lilian, ik heb de Veurne stadswandelroute bij, maar ik heb geluk. Want al hetgeen dat hierin staat, kunnen jullie mij ook vertellen. Waar zijn we nu precies? Ja, we bevinden ons hier op de marktplaats van Veurne, een historische marktplaats. Mooie marktplaats. Want de marktplaats is eigenlijk omgeven door veel historische gebouwen. Zoals? Dus achter ons zien we het stadhuis en het landhuis. Het stadhuis is er gekomen in 1596. Dat kunnen we mooi aflezen aan de ijzerankers die in de muur vastzitten. En daarnaast staat in het historisch gebouw van de kasserij Veurne ook uit 1613 opgetrokken. En deze gebouwen bevinden zich nog in originele staat. Het is echt nog origineel? Echt nog originele staat. Die zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog getroffen geweest door bommen. Ja, dus vandaar dat jullie heel fier zijn op deze hoek, denk ik dan. Inderdaad, inderdaad. En dat stadhuis heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog ook gediend als hoofdkwartier van koning Albert I. Daar heeft hij? Daar, boven de pui, dus naast de ingang, ziet u de pui. En boven die pui ziet u daar 4 ramen en daar had de koning Albert zijn hoofdkwartier. Zo keek hij uit naar de mensen. Zo keek hij uit, maar hij heeft daar ook op die plaats heel veel belangrijke figuren ontvangen. De koning van Engeland, George V, is hier geweest om overleg te plegen over de oorlog uiteraard. De president Joffre van Frankrijk is hier geweest. De president van Frankrijk, Poincaré, is hier geweest. Dus om het kort te zijn, hij heeft alle belangrijke Europese figuren hier ontvangen. Lilian, als ik het goed voor heb, zitten we nu in het Sint-Walburga-park. Inderdaad, inderdaad. Wat was hier allemaal te zien? Oh, dat is eigenlijk de wieg van Veurne.
Het is ontstaan in 1900. En je ziet er trouwens nog altijd de omtrekker van, dat is bewaard gebleven. Ja. Dan heeft de burggraaf hier zijn motte, dat is een kasteeltje, opgeworpen. Ja. Dus dat is er ook nog altijd, wat uitzonderlijk is. Dat is echt uitzonderlijk, ja. Dat is echt uitzonderlijk in de streek. Er is praktisch niks meer overgebleven. En natuurlijk dan de Walburgakerk, die eigenlijk ook een hele geschiedenis heeft meegemaakt van kleine kapel van de Burg naar een parochiekerk, naar een gotische kerk, naar een romaanse kerk. En tenslotte hier een neogotisch stukje nog van 1900. Heel in feite een duizendjarig bestaan. Ah ja, dus eigenlijk een oude kerk die samengevoegd is met een nieuwe kerk. En absoluut. Zo krijg je zo'n spel. Ja. En tenslotte heb je nog de ruïne, dat men zegt, die ooit de aanvang geweest is van de toren. Maar ze hadden op een duur geen geld genoeg meer om eigenlijk die volledige kerk te bouwen. Ja. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. Eddie en Lilian. Veel mensen kennen Eddie, maar veel mensen kennen ook deze man. Hè. Dit is Delvaux. Dat is een borstbeeld van Paul Delvaux. Dus Veurne heeft heel wat bekende figuren gehad, waaronder dus de schilder Paul Delvaux. Die dus ook gekend was voor zijn naakschilderijen en zijn treinen en stations. Ja. En ik kwam dus regelmatig hier zijn wandelingetje doen in het park. Oké. Okay. En ik vind Lilian een mooie vrouw, maar achter Lilian staat er ook een mooie vrouw. Ja. Dat is een beeld gemaakt door Georges Graar. Ja. Dus we hebben hier meerdere gekende kunstenaars gehad in de streek. Dus een vriend van Delvaux was Georges Graar, beeldhouwer. En die maakte dus ook bronzen beelden. Die goot zijn beelden in het brons. Hij had dus een gieterij, een Hiverinkoven, waar hij zijn eigen beelden kon gieten. Echt een mooie, in brons. Mooie madame. Some people got the real problems. Some people lot of love. Some people think I can solve them. Lilian en Eddy, ik ben er echt versteld van. Dat straks zo langs de oudste straat van Veurne zijn we gewandeld. En nu, waar zijn we nu? We zitten hier aan het knooppunt van de waterwegen, die hier verbinding gaven, zowel van Frankrijk als van Ieper, ja. Van Diksmuiden en Nieuwpoort. Nieuwpoort. Voilà. Dat is echt van overal. Kwam iedereen naar Veurne. En nu moet ook iedereen naar hier blijven komen, naar Veurne, want er is hier echt veel te beleven, ja, dat is me opgevallen. Als je Veurne bezoekt, kun je je de hele dag bezighouden. Ja. Ja, het is loont echt de moeite om als toerist een keer Veurne te bezoeken. En je gaat heel goed ontvangen worden op de toeristische dienst, waar je heel veel informatie gaat krijgen om je hele dag bezig te houden en lekker kunnen eten. Ook. Ah, gaan we nu nog iets gaan eten? Ja. Ja, is dat goed? Slecht idee. Allee, dan gaan we samen nog iets gaan eten. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. Gedeputeerde, vandaag hebben we geluk met het weer. Maar wat er mij opviel in Veurne, dat is ook perfect te doen, zo'n stadswandelroute, tijdens de winter. Absoluut, want herfst en winter kiezen de mensen dikwijls voor een korte midweek of een weekend om even te ontgaasten. En natuurlijk zijn dat dan ideale vakanties. Die wandelroutes genieten in de frisse lucht, warm en geduffeld. Dat is ideaal en heel dikwijls gecombineerd met een horecabezoek, met een shopping. Dus een onderdeel van het invullen van een mooie dag. En ik denk dat ons toerisme, de toekomst van ons toerisme houdt in dat we heel diverse aanbod moeten aanbieden het ganse jaar door. En ik ben ervan overtuigd dat dat de schot in de roos is. Ja, en gedeputeerde heeft die stadswandelroutes bij, zie ik, van Veurne en van Nieuwpoort. Maar waar kunnen die brochures vinden? Wel, je kunt die vinden op de website van Westtour. Je kunt die ook kopen aan de laagdrempelige prijs van €2 in elk bureau van toerisme. En durft u ook soms zelf eens privé een stadswandeling maken? Absoluut. Ik durf zeggen, in het weekend ben ik een fervente wandelaar. Niks gezonder dan 10 tot 15 kilometer wandelen. Dat is de afstand die ik aan kan aan een tempo van 6 kilometer per uur. Dat is dan eventjes sporten om nadien zoals het hoort te genieten. Oké, okay, dankjewel gedeputeerde. Zo, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het Provinciaal Domein, die je natuurlijk kan herbekijken, net zoals alle andere afleveringen, via westvlaanderen.tv. En dan hebben we nu nog een tip.
Beleef de natuur tijdens een begeleide heksenwandeling in provinciedomein Bulskampveld in Beernem. En doorgrond heel wat mysteries van de natuur. Het parcours gaat langs diverse haltes met workshops en doemomenten rond mysteries van kasteelparken, paddenstoelen, dieren van de nacht, heksenkruiden, survival technieken en nog veel meer. Er is keuze uit diverse heksenwandelingen, voor gemengd publiek of voor gezinnen met kinderen.